En als je zoiets hebt van verdorie, wat is het daar mooi, daar wil ik naartoe. Wel, ver moet je niet gaan, want dit is nog steeds Vlaanderen, dit is het Scheldeland. Ik ben vandaag in Berlaren. Voorzichtjes! Ja, zet het maar op. Veerhuis, dat ligt aan de overkant. Dat is mijn café van vandaag. Maar eerst wil ik alles te weten komen over het beroep veerman. Het oudste nog bestaande beroep. Dat eigenlijk niks veranderd is. Met een boot mensen van de ene kant naar de andere kant brengen. Dat is duizenden jaren. Vijftien jaar geleden of twintig jaar geleden waren er bijna geen fietsers. Iemand dat met de fiets kwam, dat was een sukkelaar die geen auto kon kopen. En nu is dat een explosie van fietstoerisme. Nee. En die vegen, dus die krijgen terug waarde als toeristisch weer. Heen en weer. Wat moet ik doen? Heen en weer. Kaasgeen. Heen en weer. 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 Ik ben weg, hè. O Schelde, o machtige, prachtige vloed, wees gegroet. Hé, hey, dat is toch prachtig, jongens. Kent het, hè? Dat is al natuur met ecologische waarden. Wat vind je zo mooi aan het Scheldeland? Veer en direct de café. Zeg, en meneer? Nou, middag fiets ik met mijn vrouw, niet te ver. En dat is totaal het Veerhuis. Veerhuis, ja. Daar gaan we naartoe. De sterkste troef van het Veerhuis is toch wel de locatie, hè, volgens mij. Ja, dat klopt. Naast het veer hier aan de Schelde hebben we natuurlijk vele fietsroutes die hier passeren. Een knooppunt op de Scheldeland fietsroute. Mm-hmm. En vele wandelwegen natuurlijk in de buurt. Kijk, we zitten hier vlakbij natuurgebieden ook. Ja, wel, maar mijn fiets heb ik niet bij, maar die natuurgebieden die wil ik wel eens zien. Matthias, wat is er zo speciaal aan dit natuurgebied? Wel, eigenlijk het feit dat je juist naast de Schelde ligt, maakt dat er eigenlijk juist naast de Schelde die hooilanden krijgt. Zeer open landschap, wat daar veel speciale soorten met zich meebrengt. Hè. Vooral weidevogelsoorten, en dat maakt dit gebied eigenlijk uniek. Ja, en er is eigenlijk niets beter dan een goede wandeling te maken in de natuur en dat dan af te sluiten in het café Het Veerhuis. Dat is het beste. Voilà.